...verdiept in uh, satanisme rituelen. Waarbij dingen helemaal niet uh, ook echt fysiek hoeven te gebeuren... ...maar ook gewoon uh, hier al plaats kunnen vinden. Dat je ook helemaal niet iemand uh, in een kist onder de grond... ...levend begraven om psychisch iets te bereiken. Maar dat er gewoon films zijn die je kinderen kan laten zien. Ik weet niet wie die film kent. Dat er iemand uh, in een kist met rietjes en lucht en alles... Daardoor levend begraven zit. Zo kan je hele boelen. Maar ik weet wel. Ik was echt een uh, getraumatiseerd kind. Ik was echt een bang kind. Totdat ik naar de middelbare school ging en uh, mijn mannetje zelf stond. Er, uh, lijkt er, wel echt, uh, er is echt wel iets uh, gebeurd. Uh, voor mijn zevende jaar of zo. En lijkt wel met uh, alles. Uh, er, er gebeurt gewoon. Zoveel. Er worden ook bewust dingen gecreëerd. Maar uh, of. Uh, in het jaar 2000 ergens. mijn moeder vreemd gegaan. toch iets met dat sekstekort, dus, toch iets met seks. Als ik dan kijk naar een. Uh, Sandra en. Uh, alles wat ik daaromheen zie. die jongen die hier binnenkomt. allemaal een kontje verkocht aan de duivel. Alles wat daaromheen speelt. weet ik veel. misschien wel een opoffering moeten maken. Als ik om me heen kijk hoeveel mensen, hoeveel vrouwen abortussen hebben gepleegd, miskramen hebben gehad. Als ik dat kan meenemen in die satanische ritueel ook. Dat ze misschien wel dus gewoon dat bewust hebben gedaan, een opoffering hebben gemaakt. Als ik die dingen lees, met dat er uiteindelijk ook echt een opoffering kan zijn. Ik die opoffering dus kan zijn. Mijn ouders, dat Sandra en dat internet. Het is echt, allemaal heeft het wel met elkaar te maken. Ergens zijn dingen aan het spiegelen. Tegelijkertijd stok alles wat het internet laat zien. Is een weerspiegeling van wat er in mijn echte leven gebeurt of is gebeurd. Eh, niet helemaal tot de puntjes op de i. Maar eh, Sandra is gewoon hetzelfde leven. En het, wat, wat daarmee gebeurde is gewoon hetzelfde als uh, Joey. En ze hebben ook dezelfde achtergrond. Uh... Dus uh, sommige dingen lijken ook wel gewoon ingekleurd te worden. En is het ook gewoon een heleboel dingen zitten in onderbewustzijn opgeslagen. Om dat eruit te halen, zal ik met mijn zintuigen iets moeten waarnemen. En daarvan ga je dan dingen denken, omdat het bij je bewustzijn terechtkomt. Als je er dan ook nog bewust van wordt, en lijkt het echt dat groepje, echt met de satanisme, maar. lijkt het net een verhaalverstopachtig iets. En zit er meteen een verhaal in waarbij ik zou moeten of zou kunnen verdwalen door allemaal leugens of verhalen die aan mij verteld zijn? Zo zou ik een tante hebben die, die was helemaal psychisch in de war, die dacht dat ze last had van het MK Ultra en dat ze was verkracht door vier militairen en weet ik het allemaal, die heeft toen in een afklikkliniek gezeten. En daarna weer terug en goed. en... Niet met kind of zo terugkomen. De dromen en visioenen die ik heb, dat ik misschien wel een jaar, anderhalf tot twee jaar later geboren ben, dat kan plakken aan die datum of aan die tijd. Dus dat uh, ik maar gewoon. Uh, neergelegd ben bij mijn nieuwe verzorgers, die uiteindelijk. Uh, en dan hebben we dus dit hele verhaal. Maar uh, voor mij is echt uh, dat wat hier al prikt, dat wat hier al aan het steken is, dat wat er maar niet doorheen wil komen. Lijkt het echt alsof uh, dat verhaal ook gewoon weer echt een verzonnen verhaal is, een brainfuck voor hier is? En lijkt het echt de erfenis die voor mij is? Is iemand die op het allerlaatste. Uh, in zijn allerlaatste dagen, in zijn allerlaatste levensjaren, toch wou biechten. toch ook iets voor mij had achtergelaten. En het kan hè? dat uh, dat diegene wel een van de vier militairen was, of. Stel je voor dat het wel eentje van Epstein-eiland zo'n rijke was. Maar ik denk echt dat daar een brainfuck ligt. En ik denk dat het echt gewoon het zijn brainfucks. En zoals ik al zei, ik wil er niet mee bezig. Maar uh, ik kwam een artikel tegen. En ik ben allemaal geen trefwoorden aan het opzoeken of indrukken. En het is een artikel van 17 mei 2016. Vrouw komt er na 40 jaar achter dat ze. Ik zal die brug overslaan. Maar uh, als mijn uh, vaders naam begint met een T. En mijn moeders naam begint met een L. Dat zijn al mijn tantes en ooms, broers en zussen van me.